What's up, J-Squad? En welkom bij een nieuwe video. Vandaag in Top of Flop gaan we iets bovenhalen wat ik vroeger superveel heb gespeeld. Dat is zo'n een spel dat je gewoon online kunt spelen. Dus gewoon intikken op Google, zo, je kent dat van die easy games. Maar dit is een spelletje dat ik echt wel apprecieer. Soms word ik er ook heel kwaad van, dat ga je waarschijnlijk wel zien. Maar ik word nu wel eens vaker kwaad, dat gebeurt, zo ben ik. Maar voor de rest ben ik een vrolijk persoon. Het spel vandaag heet Bubble Struggle. Ik weet niet of dat mensen het kennen. Zo ja, dan zullen mijn struggle ongetwijfeld wel snappen. Dit is Bubble Struggle 2. Er is ook een 1 en een 3 veronderstel ik, of zelfs een 4. Maar ik heb nooit die andere gespeeld. Ik heb altijd de 2 gespeeld. And that's what I'm gonna do today. Dus Bubble Struggle 2 Rebubbled noemt hij. Ik leg alles uit tijdens het spel. Enter your nickname. Even stikken. Bij mij is dat overduidelijk winner. Omdat ik nu eenmaal een winner ben. Even iets aanpassen. Verlassen. En dan gaan we starten. Single player. Ik ben single as fuck. Oké. De bedoeling is dus dat je daar nog niet sterft. De bedoeling is dus dat je met dat mannetje schiet, zolang dat je kunt zien. En je moet dan alles kapot krijgen zonder zelf geraakt te worden. Wat dan nu misschien gemakkelijk lijkt, maar dat is niet zo gemakkelijk als dat het lijkt. Deze is de volgende level. Oké, dus het beste is dat je eronder gaat staan, maar dat is niet altijd zo gemakkelijk. As you can see, ik haat dit spel. Oké, dus eronder, tik. Zie dat je niet geraakt wordt, mensen, want je hebt maar een paar levens. Ik heb er nog maar 1 over, blijkbaar. Dus begonnen. En als je geraakt wordt, ze de dood. Dus ja, dan houden we het op, hè. Wat trouwens echt nutteloos is, de dood in dit spel, maar dat zal ik ze beter wel uitleggen. Het wordt ook moeilijker en moeilijker. Deze lijkt misschien nog gemakkelijk, maar straks is het een ander verhaal. Volgende level! Ik vind deze een leuk spel. Heel wat domme spelletjes ook, maar ik vind dat echt plezant. Hier is... oké. Nu heb ik zoiets kunnen pakken, waardoor dat de bal iets trager gaat voor zoveel seconden. Maar ja, ik vind dat heel lastig dat traag gaat. Omdat dat alles tegenhoudt, precies. Ik heb liever dat die ballen er aan 500 km per uur aankomen dan deze, maar zwart. Oké, hier moeten eerst die dingetjes, palletjes kapot slagen. Dan valt hij naar beneden. Dan maak je die kapot. Helemaal kapot. Dat is ook zoiets. Weg, hè. Come on. Ik kan dat niet meer kunnen. Dat is zo dat die gewoon stil blijven hangen. Dus zoals dat je nu ziet, die blijft stil hangen. En dan kan ik die normaal gezien pakken. Wat gebeurt er? Normaal gezien kunnen we dat dan gewoon pakken. Level 5 al, mensen. Come on. Goh. Die dan. Nou, dat was ongeveer nu mijn laatste leven. De ander gaat pas open als je de listen hebt gepakt. Voilà, en dan komt hij eraan. Tik. Hup. Tik. Oké. Bravo! Dank u. Wat hebben we weer? Dat is de volgende. Oh nee, dat is een degotante level. Oké. Dat is gewoon zo rap mogelijk achter elkaar. Tik. Anders worden ze sowieso geraakt. Je moet echt blijven tikken. Mijn besturing staat nu op pijltje naar beneden voor te schieten. Normaal is dat space. Maar ik heb dat juist veranderd. Je kunt dat zelf kiezen op welke toets dat je dat wilt. Oké. Tolle denkt echt een olle eigen. Wat de fuck zeg jij hier aan het spelen, Jamila? Doe het, oké? Doe het. Je gaat zien dat het plezant is. En nog eentje. Ze zijn als een baas aan het spelen, oké? Je ziet, het is al jaren geleden, maar het lijkt nog maar een dag. Dus ja. Ze biedt komen er super lastig aan. Waarin dat je... Goh, dat gaat weer zo traag. Digotant. Serieus. Klaar. Speed komt er echt super vervelend. Zo van die driehoeken die in de lucht vliegen en zo. En zo. Ja, je zult dat wel zien. Ik kan dat niet uitleggen.
Come on, good job. Ah, hier. Dat is zo'n rood cirkeltje in het midden. En dat wil zeggen dat je alleen die een bal kunt raken als dat rood is van het midden. Snap je? Dus als dat ergens tegenkomt en dat is niet rood, kan die u wel vermoorden, maar jij hem niet. Dus ja, je moet altijd alleen schieten. Of ja, wat is dat schieten? Ik weet niet wat dat is. Zie je als dat rood in het midden is. Hey, die haat ik echt als de pest. Dus de beat is dat van die driehoekjes en shit. En... Oké. Okay. Hier kun je alleen maar de bruinere staafjes kapot schieten. Oh, die valt er gewoon door. Of, hoe droog is dat? Oké, dan. Oh, ik schiet er de hele tijd niffen. Ah, een extra leven, dat moet ik hebben. Ik kan niet use it, hè. Hups, 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 hups. Dit valt echt nog mee, hè. Ze biedt. Komen die echt met 1000 ballen tegelijkertijd op mij af. Vooral de dubbelzinnige mensen tussen ons. Oké. Tik, 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 tik. Oh, nee. Oh my god, ik wist het. Ik zag het al aankomen. Get ready. Come on, jongens. Amai, daar word ik zenuwachtig van in dat spel. Oké, nu dan een andere kant. Allee, go, jongen. Tik, tik. Kon hem hebben, ik voel het. Jot. Zonder probleem. Yay! Bravo! Oh, hier is weer zo'n bal in het midden, zo die goed aan. Oh my god, hoe stom zijn ik. Oh. Kan gebeuren. Oh, niks, een game over, of hè? Ah ja, wat ik dus zou zeggen, het niet logische aan dat spel is, kijk, je kunt dus gewoon opnieuw spelen. Zo, ook al is het game over, je kunt gewoon terug vanaf die level beginnen. Wat is dan het nut van game over, gastjes? Dus in deze kan ik alleen aanraken als dat blauw is van binnen. Oh, mij zo'n blauw ding moet ik hebben. Dat is voor je eigen te beschermen. Dus je kunt 1 of 2 keer geraakt worden ermee, denk ik. En dan zit het safe, zo gezegd. Voilà. Ah, zo'n combo maal 2 wil zeggen dat je zo meerdere pijlen tegelijkertijd kunt afschieten. En elk level komen er dingen bij en zo. En wordt dat ook moeilijker. Deze is ook al zo'n zuttige kut. Je weet wel. Hops, hops, hops. Hops. Hoe korter dat hij tegen het plafond zit, hoe sneller dat hij ook terugkaatst, wat super logisch is. Maar ah ja, als je een trapje naar beneden wilt afgaan, dan moet je rechtermuisknop intikken. Je rechterpijltje bedoel ik. Dan gaat de rap naar beneden, anders duurt dat wel even. En uw tijd is ook belangrijk, want je tijd eronder trouwens. Hè. Als die een op is, zet je er ook aan, dus. Hey. Come on, next one. Oeh, een grote rode bal. Mm-hmm. Mm. Ah, er is zo'n beschermer. Dat is altijd goed. Je hebt ook een rode beschermer. Dat is een dubbele bescherming, denk ik. Oh, dat gaat weer zo traag. Come on. Yeah. Dat was mijn imitatie van een waterdruppel, dames en heren. Even tussendoor. Ah ja, hier hangen die dan weer stil. Oh nee, nu heb ik iets gepakt waardoor dat al die balletjes instant klein worden. Wat dat echt lastig is. Nu valt dat mee in deze level. Maar als je andere levels hebt waar dat al die balletjes ineens op je afkomen, dat is echt niet... Oh nee, dat... Dat is dus dat je met bloemetjes moet schieten. Maar het ding is, je moet daar echt perfect gaan onderstaan. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Op zich is dat wel een goeie ding, maar... Geef mij maar toch die ijsstaven, ze. Die blijven gewoon staan. Oh nee, ik haat deze level. Je ziet hoeveel... Nee, Jesus, sterf. Je ziet hoeveel plezier ik heb in dit spel, mensen. Het is onwaarschijnlijk. Kijk maar, balletjes, breng je dan. Ja, ik heb zo'n staaf. Dat is goed, dat heb je echt nodig hier. Als je dat niet hebt, dan overleef je dat dicht amper. De jung, de jung. Come on, jongen. Ik ga dat allemaal zo traag. Ik ben echt heel zenuwachtig of zo. Ik weet het niet. Ik ben heel ongeduldig. Ja. We zijn er deur. Deur! Ik heb echt een probleem. Oh nee, dat is een moeilijke deze.
Dat is ook weer zo blijven schieten. Ja, oké, er is nog. Oké. Vinden jullie mij raar? Ik wil dat eigenlijk wel eens weten. Want soms doe ik heel raar. En dan denk ik in mijn eigen ook van, wat ze eigenlijk kon doen. En dan besef ik pas wat ik heb gedaan. Maar ja, tegen dat ik dat besef, stond er al online. En dat er gewoon afvallen is, nou ook niet echt iets wat dat nodig is. Dus laat het me weten in de reacties. Ben ik een rare vrouw? Vrouw, dat klinkt zo oud. Ben ik een raar meisje? Let me know. Come on, zeg level 20 al, hè? We zijn goed bezig! Oh, I get so fucking many troubles. Oh ja, oh, dat was zo'n rode. Die wou ik dus net pakken, maar ja, toen kwam het licht me tegemoet. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Oké. Weet je wat ik echt haat trouwens? Ik wil even kwijt. Er zijn echt mensen die dat mij mevrouw noemen. En ik weet dat dat een beleefdheidsvorm is. En sommige fans noemen mij zo, als ik die tegenkom ergens. Ik vind dat zo... hoe moet ik het zeggen? Ja, ik kan het niet uitleggen. Niet, ik word daar niet kwaad van of zo, hè, maar ik vind dat heel... allee, hoe noemt ze? Hoe noemt ze dat? Maar ik laat me even denken, ik ben het kwijt. Allee, hoe zeg je dat? En zoveel mensen zijn nu dat woord aan het zeggen waarschijnlijk, hè? Confronterend. Ja, dat wou ik zeggen. Ik vind dat super confronterend dat mensen mij mevrouw noemen of ja, dat klinkt zo oud. Ik ben maar 25, weet je wel. Sommige mensen denken dat ik 30 ben of zo. Of sommige mensen denken zelfs dat ik maar 18 ben. Ik weet niet hoe je daaraan komt, maar... Weet je, ik voel mij gewoon nog 18 ergens. Zoals, ja, veel mensen denk ik wel. En ik heb dat ook. Ik voel mij nog vrij jong en ik ben daar blij om. Dus ik wil niet mevrouw genoemd worden. Dus als je mij ooit tegenkomt, zeg dan alsjeblieft gewoon Jamila. Of maakt niet uit hoe je mij noemt, maar niet mevrouw. Of niet iets wat dat zo verouderd. Een vrouw klinkt zo 45-jarig. Ik ken dat niet aan. Ik maak fucking video's op YouTube. Ik doe fucking belachelijk een hele dag. Allee, echt mevrouwachtig kunnen dat niet noemen natuurlijk. Ik heb ook een serieuze kent, hè? Daar niet van. Maar ja, ik heb toch liever dat je mij gewoon Jamila noemt. Of meisje ook weer niet. Meisje is dan ook weer zo te jong. Ik weet het niet goed wat er tussenin zit. Godverdomme. Maar goed, dan weten jullie dat ook vanaf nu. Hè? Kleine onnodige zaken, maar toch. Het kan me gelukkig maken. Amai, dat is goed. Dan denk je volledig stil. Oh, te weinig tijd, te weinig tijd. Ah, dan komen die weer allemaal in één keer. Ik kan dat niet overleven, deze, ik voel het. Heb geloof in jezelf, vrouw? Nee, zie, ik wist het. Het is wat het is. Het is wat het is. Ik heb echt een probleem. Oh, oké, dat is de laatste keer deze. Kom, het is goed geweest. Ik zit wel aan level 21. I'm proud. Hebben jullie trouwens al geabonneerd op mijn Engelstalig kanaal? Want vanaf volgende week maandag start ik daarmee. Food ASMR. Ja, ik zeg wel Engelstalig, maar in principe wordt er gewoon niet gepraat in die video's. Dus dat gaat gewoon vol een bek eten zijn. Dat gaat eten zijn. Ik ga beginnen, ik zal het al verklappen voor jullie. Mijn allereerste video gaat een gigantische menu van Burger King zijn dat ik ga opeten. In ASMR-vorm. Dus ik zou zeggen, zeker abonneren en belletje ernaast aantikken. Zodat je, godverdikke, zodat je een melding krijgt wanneer ik mijn eerste video plaats. Dus ik zal het kanaal mee in de beschrijving zetten. Je gaat eerst zien staan abonneren, dan een pijl naar beneden op deze kanaal. En dan de pijl eronder is voor het andere kanaal. Het kanaal heet Amila J. En het noemt JSMR. Oh my god. Ik ben toch origineel. Amai, ik ben hier aan het vlammen en aan het schieten en alles gewoon. Het gaat hier perfect. Allee, jongen. Ik wil er vanaf. Het is goed geweest.
Ik ben echt... Ik weet niet welke level dat mijn lessen is, maar ik ben nog nooit tot het einde geraakt. Belangen na zelfs niet. Er is altijd één level waar ik blijf hangen, maar ik kan dat niet per se direct zeggen de welke. Zie, dat haat ik, hè? Die daar zo zitten rond te vliegen, dat is echt te goed aan het. Allee, hop, hop. Ik kon dat nooit halen. Nu valt tijd precies allemaal nog mee, maar in de volgende levels is tijd superbelangrijk. Er is amper een moment dat jij erdoor geraakt, puur omdat die tijd gewoon elke keer op is. En jij kunt ook tijd bijkrijgen, maar dan moet je dus zoiets open schieten en dan krijg je normaal gezien wel tijd bij. Als dat eruit komt gevallen, dat weet ik niet. Yo, come on. Ik kan dat niet halen. Nee, die tijd. Nee, nog eentje. Oh my god, ik mis dat gewoon. Come on, jongen, ik heb er nog eentje. Dat kan toch niet eens. Nog eens. Dat is de laatste keer. Come on. Ah, dat zijn weer die bloemetjes. In deze geval is dat weer wel goed. Oh, die zijn al weg. Wat is dat? Het 3 bloemetjes. Precies, wat ik mijn niks, die gaf mij ook altijd maar 3 bloemetjes. Op 17 jaar tijd. Maar goed, ik ben blij dat ik single ben. Ik heb echt niemand nodig. En alsjeblieft, denk daar zelf ook een beetje over na. En je hebt niet iemand nodig om gelukkig te zijn. Laat dat heel overduidelijk overkomen, want je hebt alleen maar jezelf nodig en je dromen. En de dromen najagen, uiteraard. En voor de rest, you don't need anybody. Nee, you don't need anybody. Gewoon niemand. Come on! Oké, mensen, het is genoeg geweest. Het heeft lang genoeg geduurd. Ik vind dit wel een leuk spel. Ik vind dat tof. Ik kende het ook al. Ik heb dat echt al super... Wat is het met mijn haar vandaag? Jezus, serieus. Echt just douche gepakt, haartjes. Maar deze is zo mijn natuurlijke krollen werd gezien. Allee, echt krol is dat niet meer. Maar zwart. In ieder geval, ik vind dat een topspel. Bubble Struggle Rebubbled 2. Zoek dat gewoon op Google. Je kunt dat op veel sites spelen. En ik zou zeggen, laat mij weten hoe ver dat jullie geraken. Want ik raak gewoon niet waar dat ik wil geraken. En dat is meestal het einde. Tenzij dat het over het leven gaat natuurlijk, dan zou ik het einde nooit willen bereiken. Maar ja, dat is hoe het is en het gebeurt. Maar ik spreek. Oké, mannetjes, ik moet even gewoon chillen, want ik ben super hyperactief vandaag. Ik weet niet waar dat is gebeurd. Ik heb heel weinig geslapen de laatste dagen. En soms gebeurt het dan dat ik zo in één keer hyperactief word, wat eigenlijk helemaal tegenovergestelde is van als je weinig hebt geslapen. Dus ja, ik kan even chillen, even relax. Maar ik hoop dat ik jullie morgen zie in een gloednieuwe video om 5 uur. Morgen is het een Random Tuesday. Wie weet wat er morgen gaat zijn. Ik weet het zelfs nog niet. Kijk eens aan. In ieder geval, ik zie jullie morgen. Vergeet niet te abonneren. Na de video op het cirkeltje klikken. Dan even op mijn hoofdje tikkie. Het wordt erger met de seconde, mensen. Het spijt me. Dus gewoon even op het cirkeltje. Je weet wel, gewoon op het cirkeltje tikken, op het belletje daarnaast. En dan zie ik jullie morgen in een gloednieuwe video om 5 uur. Bye! Oh nee, juist. Doei! ik heb echt problemen, Jamila. Ik heb problemen. Ik heb problemen! Ik weet niet waarom ik dit doe. Ik weet ook niet hoe lang dat is. Ik ga blijven lukken voordat ik alles hier afbreek. Maar hey, ik heb problemen, weet je wel. Doei.